Over het Noorderdiep varen we vandaag Blokzijl binnen. Een klein vestingstadje, vroeger gelegen aan de Zuiderzee. Het Noorderdiep splijt dit historische stadje in tweeën. En deze brug is de enige verbinding tussen Noord en Zuid. Hartje zomer wurmen zich tientallen schepen door dit sluisje. Onder toeziend oog van de toeristen op de terrasjes. De graaf van Arenberg was vroeger een belangrijke man in dit gebied. Aan hem hebben we deze mooie havenkolk te danken. Rond het water staan statige koopmanshuizen met Amsterdams aandoende gevels. Ze worden al 400 jaar bewaakt door de imposante grote kerk, die hoog uittorent boven dit voormalige Zuiderzeestadje.